De verdachte had conflicten met zijn ouders over zijn gedrag en over drugsgebruik. En daarom woonde hij niet meer thuis, maar op straat. En dus ging hij naar het gemeentehuis, want hij wilde een woning. In het gemeentehuis werd hem verteld dat je niet zomaar een woning kunt krijgen. En daar werd de verdachte boos om. Hij pakte een vaas hier ergens uit de hal, gooide die op de grond kapot en dreigde met een scherf van die vaas zichzelf iets aan te doen als hij niet een gesprek met de burgemeester kreeg. Dat gesprek met de burgemeester kwam er een week later, maar de verdachte kreeg geen woning. Hij kreeg een locatieverbod. Hij mocht niet meer in het gemeentehuis komen. En toen ging hij zo door het lint dat hij riep: "Ik zie jou ook nog wel ergens anders. Ik maak je af. Ik maak je dood." De burgemeester voelde zich zo bedreigd dat hij aangifte deed. Tijdens de rechtszaak bleek dat de jongen, die 4 jaar geleden uit Syrië vluchtte, moeite heeft zich aan te passen in Nederland. Hij is zwak begaafd, wordt snel boos en dus is de kans op herhaling groot. Omdat hij eerder hulp weigerde, wil justitie dat hij gedwongen wordt opgenomen in een jeugd-TBS-kliniek. Deze jongen die heeft al het nodige meegemaakt in zijn leven. Hij is als 14-jarige gevlucht uit Syrië. En de deskundigen hebben nu vastgesteld dat hij aan meerdere stoornissen leidt, waaronder PTSS en ADHD. En wij vinden het belangrijk dat hij goed behandeld wordt om te voorkomen dat hij weer de fout ingaat. Want de risico's daarvoor zijn echt heel groot. En ook de risico's dat hij anderen wat aan gaat doen. De advocaat denkt dat een behandeling ook wel buiten een kliniek zou kunnen. Dat de verdachte snel boos wordt en een prikkelbaar mannetje is, dat staat wel vast. En dat hij behandeld moet worden, daar is ook iedereen het over eens. De rechter zal nu een uitspraak moeten doen over de vraag of dat hij daarvoor ook gedwongen in een kliniek moet worden opgenomen.